heel kort. Hoor. Meneer Lekhan, we staan hier bij politiebureau Geijersvleit. We zijn hier in de zaak van mevrouw Asawina Winnie. Kunt u ons vertellen wat ze hiervoor gedaan, wat de update nu is? De update is dat ze terug is gebracht naar Suriname. Zoals was aangegeven door de minister in de rechtszaak, dat ze zou worden teruggebracht. Omdat ze dus met verkeerde documenten was weggestuurd. En dus nu is ze dus hier weer op het bureau. Verkeerd in goede gezondheid? Ze verkeert in goede gezondheid. Dus er is niets met haar gebeurd, want de familie maakte zich zorgen? Nee, er is. Niets is misschien anders gezegd, maar fysiek is er niets met haar gebeurd. Psychisch is ze er wel onder geleden, dat is vrij logisch. Omdat ze dus ook geen contact had met de familie, met niemand eigenlijk. Ze heeft wel, zoals ik heb begrepen, de Surinaamse consul kunnen spreken. En voor de rest was dat het. Ze heeft dus al die tijd vertoefd in een hotel in Cayenne. En tot dus vanmorgen 7 uur is ze toen dus opgehaald en vervoerd naar Paramaribo. En ze vertoefde in een hotel in Cayenne onder politiebewaking? Onder Surinaamse politiebewaking. Was de Franse autoriteit hiervan op de hoogte? Ze waren dus op de hoogte, maar zij konden dus in feite dus niets met de zaak dan op een gegeven ogenblik dan ook terugzetten, terugsturen naar Suriname. Dat is dus ook gebeurd. Dus, de opdracht is gegeven dus, vanuit Paramaribo. Mevrouw Asawini mag nog steeds geen contact met haar familie hebben, heb ik vernomen. Wat zijn de vervolgstappen? Ik denk dat klopt, omdat ze dus in vreemdelingenbewaring is. En dus vandaar dus dat ze geen contact mag hebben met de familie. De volgende stap is dus nou, de zitting gaat dus voor op hoogstwaarschijnlijk dinsdag, maar het kan ook woensdag zijn, zoals de rechter dat afgesproken. Dus de geschorste zitting wordt dan hervat. We bekijken de mogelijkheid om alsnog voor die tijd een ander kortgeding in te dienen op andere gronden, maar we zijn dus daarmee nog bezig. En vooralsnog leeft het op dinsdag of woensdag. Gaat mevrouw Asawini de gelegenheid krijgen om zich te beroepen op het uitzetten? Dat heeft de minister dus ook aangegeven dat ze die mogelijkheid krijgt. En dus, wij zijn dus daarmee bezig. Maar de manier van uitzetting en de spoed waarmee de overheid dit voor elkaar probeerde te krijgen, gaan jullie als advocaten iets hiermee doen? Ja, sowieso. Wij hebben dus alles kunnen volgen, natuurlijk. Het is wel de minister die de bevoegdheid heeft om uit te zetten, maar de wezen waarop. Roept natuurlijk vraagtekens op. En misschien wel verder hoe wij dit aanpakken. Op de consul van Nederland. En dan gaan we even weer verder praten. Wat is zijn bijdrage in dit geheel? Van de Nederlandse consul? Het gaat om een Nederlandse staatsburger. En uit humanitaire overwegingen natuurlijk zal hij dus zijn werk verrichten. Het gaat om de behandeling, de procedures die zijn gevolgd, als dat dus conform de internationale regels zijn geschied. Dus dat is dus zijn taak hier. Maar voor wat inhoudelijke betreft, daar heeft de Nederlandse vertegenwoordiging geen bemoeienis mee. Oké, gewoon een dag.